welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en mijn naam is Luan. En ja, het is alweer bijna pakjesavond. En ja, Sinterklaas, wat vind je er een beetje van? Ik ben al 11. En ja, dan wordt het wel weer een keer, hè, dat ik er wat te oud voor word. Maar papa zegt dat het voor jong en oud is. Maar ja, dat zie ik vanzelf nog wel. Maar ja... Nee. Nee, jongens. Oké. Zeg dan niet dat het een Piet is. Luan. Ja? Luan. Moet me helpen. Met wat? Mijn Pietpak is kapot. En ik heb het zo koud dat ik jullie pakjes vanavond niet kan bezorgen. En Sinterklaas, die heeft een brief voor jou. Hier. Zo koud. Ja, nou, dat voel ik. Oké, hier komt ie. Beste Luan, we hebben een probleem en alleen jij kan ons helpen. Pakjespiet, zijn Pietenpak, is kapot en nu kan hij niet de daken meer op. Dat zou veel te koud zijn. Wil jij vandaag voor één keertje helpen en een hulppiet zijn? Oh jongens, daar maak je Sinterklaas heel erg blij mee. Groetjes, de echte Sinterklaas. Oh, dat meen je niet. Oh! Dit is ook gewoon een echte Pietenpak, jongens. Oké, ik ga ervoor zorgen dat deze familie van mij zijn pakjes krijgt. Dankjewel, Luan. Nou, snel naar het kasteel, hè? Ja, doei! Nee, jongens. Niet normaal. Dat was gewoon serieus Pakjespiet. Die natuurlijk altijd alle pakjes bezorgt en inpakt. Maar kijk, ik heb dus een echte brief van Sinterklaas gekregen. Super cool. Kijk. Geheime brief voor Luan. En ik heb dus ook... Oh, kijk. Hier, dit is de kraag. Ik heb dus ook een echt Pietenpak met de kraag erbij gekregen. Nou, dit is ook een Pietenpak van Coole Piet. Dat is wel helemaal leuk. Met Coole Piet. Maar ja, ik moet dus hier de pakjes gaan bezorgen. Bij mijn familie. Dus ja, ik heb nog heel wat te doen. Ik zie jullie zo. Wij zijn klaar voor pakjes aan. Yes. Kijk, ze hebben de pietenpakjes al aangedaan. Papi. En nu gaan we eerst eens even... Papa, zingen. Zingen met z'n allen, want ja, dat horen de pieten. Ik zou ook graag... Ja, Luan. Waar is Luan? Ja, dat weet ik niet. Ik had hem net geroepen, jongens. Oh, nee. Kom, maar even Luan zoeken. Luan, hier moet het natuurlijk wel bij zijn. Natuurlijk. Even kijken, jongens. Zoek Luan even. Luan! Nou, Pieter wil even hun broer zoeken. Luan! Is hij hier? Nee. Oké. Okay. Wow, heel snel. Kom, gaan we die kant op. Ik kan grote Piet Luan niet vinden, jongens. Oh, nee. Ik weet ook niet waar hij is. Ik zag hem net nog. Gaan we beginnen zonder hem? Ja, dan beginnen we maar even zonder hem. Hij komt wel als wij horen dat we liedjes gaan zingen. Ja. Toch, Luusjes? Gaan we gewoon beginnen zonder Luan? Luan! Want we zijn Luan kwijt. Ja, ik weet het niet. Ik had hem net geroepen, maar... Nou ja. Lu? Nee, niet op de wc. Nou, we gaan gewoon heel hard zingen en dan komt hij vanzelf wel. Oké, jongens. Ik ga nu echt heel ziek naar buiten. Het is echt al een hele tijd verder. En je ziet al, het is echt al donker buiten. Ik ben hier heel stiekem naar buiten gegaan. Want ik sta hier ook in mijn pietenpak. We hebben net avond gegeten. En ja, ze hebben me helemaal niet doorgehad dat ik er eigenlijk helemaal niet ben. Hier staan de pakjes al die de pieten klaar hebben gelegd. Dan ga ik straks met deze kruiwagen van ons naar de voordeur. En als ze wat liedjes zingen, ga ik heel hard tegen de ramen aankloppen. En ja, dan denk ik echt van, hè? En dan ga ik het geheim vertellen wat Sinterklaas mij dus heeft gevraagd. Zet ik jullie hier neer en ga ik straks naar de voordeur toe. Nou, we zijn niet helemaal compleet. Nee. Maar ja, die komt zo meteen wel als we gaan zingen, jongens. Sinterklaas gaat boontje, gooi dat in mijn schoen, dat in mijn laarsje. Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. De vriend, de beste vriend, de vriend van ieder kind. Had je klopt, dan had je klopt zo blij. Wat brengt hij jou en mij? De beste vriend, de vriend van ieder kind. De vriend, de vriend.
van ieder kind. Bonden, gooi wat in mijn lege, lege tonden. In mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Laarsje, dan staan we erbij als naartoe. De maan schijnt door de bomen, hier werkt avond, is gekomen, weer van Sinterklaas. Mijn drie kinderen. Hucht hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Oh, dat zijn. Wees maar gerust, mijn kinderen, goede Sint. We gaan weer lekker naar binnen. We hebben wel een pietje, ja, een lusje pietje. Een pietje. Jongens, ik film nu met mijn telefoon. En ik ga zo. Met deze ga ik zo bij de deur staan. Maar ja, ik heb helaas maar twee handen. En daar heb ik wel de kruidwagen voor nodig met twee handen. Dus moet ik de telefoon even wegleggen. Maar ik ga zeker filmen als ik daar sta. Oeh, jongens! Luma! Huh? Luma! Nee, dat kan niet! Luma! Hallo! Wat is dit nou? Kijk, een heel fiets. Oh, kijk, weet je wat het was? Nou. Ik zat op mijn slaapkamer. Ja. Maar iemand die klopte op mijn deur. En het is geen grap. Het was namelijk Pakjespiet. En die had voor mij een brief. Geheime brief voor Luan. Lieve Luan, we hebben een probleem. En alleen jij kan het oplossen. Pakjespiet, zijn pietenpak, is kapot. En nu kan hij niet de daken meer op. Want ja, dat is natuurlijk veel te koud. Wil jij voor vandaag één keertje helpen en hulpiet zijn? Daar maakt de Sinterklaas heel blij mee. Groetjes de echte Sinterklaas. Wauw. Dus vandaar heb ik de cadeautjes voor jullie. Dat meen je, oké. Vier jullie met mij. Gewoon hulpiet vier ik dan met jullie mee. Pakjesavond. Je bent gewoon hulpiet. Wie zou dat ook wel een keer willen, hulpiet zijn? Jawel, hè? Oké. Ja, met die kou moet je natuurlijk niet buiten of de daken gaan lopen als je kapotte kleding hebt. Nee, dat is natuurlijk veel te koud. Ik heb het al koud. Ja, nou, zullen we wel helpen? Dit is wel weer een hele nieuwe ervaring, dit. Hé, hey, Luan, ze waren jou al kwijt. Ze wisten niet waar je was. Hallo, Lucius, wat is dat allemaal? Kijk zo. Hé, nou weten wij waar Luan was gebleven. Ja, we waren al gewoon begonnen met zingen. Wat is dit voor groot cadeau? Dat weet ik niet. Lusjes. Ja. Oh, het is wel een heel groot cadeau. Loop maar door. Oh, Lusjes. Ja, Luan is hulpiet, hè. Dus ja, die helpen wel even mee. Links en rechts. Links en rechts. Ik heb hem opgekost. Vlekkeloos. Stoppen, dat je altijd bij me bent, dat is vertrokken.
jij niet meer weg, zijn lusjes in mijn allerbeste vriend. Maar ja, Luan die was er toen straks niet bij. Dus wel, dus wel zo leuk zingen. Om in de stemming te komen. Ik ja. Wat is dat voor jou? Heb je een vraag? Ja. Lucilla heeft een vraag. Nou, wie zal het grote cadeau zijn? Heel oh ja, nou, ik weet het. Oh. Kijk, deze brief zat erbij. Het begint met de L. Lucius. Lieve Lucius. Klein en fijn, Sinterklaas komt de grote cadeautjes. Dat vind jij vast heel fijn. Met de broers en zussen en speelparadijs. Verstoppertje en voetbal. Oh, wat ben je al zo wijs. Ondeugend altijd in de weer. Met pennen pannen en bestek voor jou is altijd... Alles speelplezier. Tractors, jouw grote lieve, dat is waar. Altijd onder de indruk, nooit ben je klaar. Open en vrolijk de dag door. Met jou erbij wordt alles zingend koor. Knuffels en kusjes, liefst en blij, dat maakt de dag... Extra fijn. Meloen en banaan zijn jouw favorieten. Favoriet. Sinterklaas weet waarvan jij geniet. Cadeautje speciaal voor jou uitgezocht. De hele dag spelen wordt vast beloond. Trots zijn we op jou. Kleine knuffel, een dikke knuffel en leeuw, boet, brul. Dat was een mooi. Dus dat cadeau is voor Lucius. Dat cadeau is voor Lucius. Lucius, zullen we kijken wat er is? Oh, hij begint al. Ja, begint al. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Oh, ja. Wat is het, Lucius? Kom eens, we moeten even omdraaien. Kijk eens. Ja.
Wat is dat, jongen? Staat op het glaasje. Nee. Oh. Wat is dat hoor? Ja. Wat zeg je dan? Ja, Sinterklaas. Ja, papa. Nou, kom jij aan bod, papa. Oh, er wordt met z'n allen gewerkt aan de tractor voor Lucius. Oh, mama. Ja? Je hebt een motorkap. Oh, wat leuk. De motorkap, Lucius. Even kijken, Lucius. Kijk dan. Ja. Nou. Wow. Kijk dan, dat is echt zo leuk. Kijk dan, dat zijn alle auto's. Is dat een aanhanger, Lucius? Die kan naar. Oh, vind je dat mooi, jongen? Vind je het mooi? Ja. Ja, hè? Ja. De tractor. Lucius, deze moeten we nog even in elkaar zetten. Dus moet je even wachten met rijden. Hoe komt dat gebeurd van Papjes Piet en Pieterkleren stuk is? Oh, de kleren, dat de kleren kapot waren. Ja. Papjes Piet. Ja, ik moest voor hem invallen. Nou, kijk, weet je wat het was? Hij liep dus zo op de daken. Maar weet je wat er toen gebeurde? Uitglijden? Hij was uitgegleden, maar toen was zijn broek vastgehaakt tegen een scherp ding op het dakpaneel. Waardoor heel zijn broek was uitgescheurd. Was het onder de kop en hangen? Ja, en toen stond hij met zijn onderbroek op het dak. Dus ja, toen moest ik voor hem invallen. Maar hoe weet jij dat? Nou, dat heeft hij bij mij in de brief verteld. Nou, dat. Maar was Papjespiet? Die was hier. Die was bij mij bij het raam. Had hij aangeklopt en gaf hij mij deze pietenpak. Ik hoorde ook dat ik naar niet geklopt. Ik zag gewoon niet. En zo van de... Zag jij de praatjes? Zag ik ook. Zag je dat? Ja. Oh ja, nou dat was hij. Hij had mij zonder broek voor de deur. Ik wou even zingen. Maar dat zag ik niet. Ja. Ja. Ze is schattig. Ze is al even bijna je tractor mama, in elkaar. Wil je één dingetje doen? Ja? Wil jij deze stalen buis even omhoog halen? Ik kan niet wachten, jongens. Daar een half uurtje bouwen met z'n allen is het gelukkig gelukt. Laatste schofje, jongens. Dus je is een eerste John Deere. Nou, ga je erop zitten. Je mag erop zitten, jongen. Ja. Moet ik trappen? Dat gaat, joh. Wow. Ja. Liesjes die denkt dat hij aan kan, maar hij moet leren dat hij moet gaan trappen. Je moet trappen, jongen, met die trappers. Zo luxe is hij nou ook. Ik kon dit wel hoor. Hij denkt, er zit een echt motortje in. Ja. En jongens, het is ook vanaf 3 jaar, hè, dus hij is nog op de groei. Ja, je kan hier nog heel lang tot plezier mee hebben. Liesjes, kan nog. Oh, nog moet hij hierin? Drie, maar... Nou, past ook nog. Sturen, ja, en het is tijd voor Luxie. Luxie, nou, hoe heet Luan? Weet jij toevallig, heel toevallig, welke voor Luxie? Ik moet heel even kijken. Welke is voor Luxie? Ik heb wel tegen mij gezegd dat er 4 zakken stonden. Ja. Welke zak wie was? Zet ja, Luxie. Ja? Hey, jongens. En een briefje. Oh, nou, zullen we brief eerst doen? Lieve Luxie, bijna 6 jaar. Sinterklaas komt met een leuke cadeautjes dit jaar. Je kan goed... knutselen en bakken. Een echte prinses vol pracht, pracht, vol pracht. Jij bent zo liefvol met de hele dag en nacht. Make-up als een ware droom. Geleerd van grote zus, dat is zo. Op school ben je een ster. Bij je spreekbeurt straalde je van licht vol zelfvertrouwen. Het was een prachtig gezicht. Grote zus ben jij voor je broertje. Lief en fijn. Verzorg je knuffelen. En dat moet wel zo heerlijk zijn. Zwemmen als een vis. Je springt in het water binnen 1 tel. En super luxie. Oh, wat ben jij toch knap. En sneeuw. Papa, mama, Sinterklaas en de Pieten zingen in een koor. We trots op jou. Papa,
collectie gaat zo door. Speciaal cadeautje voor jou uitgezocht. Uren speelplezier. Zo wordt door Sint beleefd. Veel plezier met je geschreven. Groot en klein. Van Sinterklaas en Piet. Een feest vol zonneschijn. Wauw. Maak het open. Ik ben benieuwd, Luxie. Wat is het? Dat is één treisel. Barbieboot. Er zit ook een glijbaan bij. Wauw. Zullen we eens openmaken? Ja. Oeh, Luxie. We hebben weer een bouwpakketje, papa. Bouwpakketjes. Kijk, ik weet het wel, een Barbieboot. Maar ik niet elkaar moet zetten. Uit plastic halen. Ja. Stickers. Gaan we weer opbouwen. Wow. Volgens mij is het wel iets minder werk dan die was zo binnen 10 minuutjes wel. Mama, ja. Is een beetje inrichten. Ja, gaan we uithalen. Pepernootje in Spanje. Pusjes, geef pepernootje in Spanje. Dit is voor mij. Die is voor jou, schatje. En ik heb het ook voor gevraagd. Die had je gevraagd, dat ja. Dat ik om een verlangen heb gevraagd. Ja, dat hebben de Pieten gezien. Kijk, er zitten ook stickertjes bij. Oh, en kijk, een bed. Kijk, mama. Die kan open. Wat leuk. En een zwembad. Oh. Heb je een terras en een zwembad in één? Wauw. Wat leuk. En mama zit er ook in. Volgens mij moet deze hier boven. Ja, volgens mij moet die ook hier. Wow, dit is heel leuk. Een 3D-boot of zo. Dat is een tekening. Hè? Er moeten hekjes hier komen. Daar moeten we mee beginnen. Dit is een hek. Mag ik jou ook heel leuk helpen? Ja hoor, leuk hekje. Ik vind hem een stap. Kijk, en dit is een reddingsband. Als Barbie in de zee valt. Ja. In het water, want je zijn klaar. Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Ja. Klaar. Twee. Dit is... deze twee dingen. Dit is voor ja, de Barbie niet in het water valt. Ja. Dit is één. Ja, jongens, ik weet wat dit is. Nou? Ik weet. Daar kan je dat een Barbie op... De boot hebben we helemaal opgebouwd. Oh, maar hebben we een vangtje. Superleuk. Ben je er blij mee, Luxie? Heel blij. Heel blij. Kijk dan hoe leuk. Met een glijbaan. Eén Barbie. Hey, Luxie, ik heb het gevonden. Je moet zo zitten. Aanhangen. En hier? Toet. Kan je weer uren mee spelen, volgens mij. Omdat dit van het lijm. Ja, heel leuk. Nou, Lucius heeft zijn tractor. Maar ja, wie is er dan nog aan de beurt? Ik. Lucilla. Help ik nu aan. Weet je dat over mij? Weet jij dat toevallig? Heel toevallig. Deze? Ja, is dat Lucilla? Lucilla, ja. Zet ook zo'n brief op. Lief Lucilla, bijna 9 jaar. Sinterklaas komt met een mooie boodschap. Doei. Zit je klaar? Een jonge dame, vol stijl en flair, make-up en mode, altijd in de weer. Balletten als de elegante prinses, lenig en secuur. Daarvoor secure. Ben je blij... Hè? Secuur. Secuur. Daarvoor ben je bij jou aan het juiste adres. Leergierig en vastberaden, dat ben jij. Nooit opgeven, gewoon doorgaan en je bent altijd blij. Met je lieve vriendinnen, plezier en een lach, samen op avontuur. Je beleeft altijd een mooie dag. Lief voor je zusje en je broertjes, groot en klein. Grote broer steunt je altijd. Dat is zo ontzettend fijn. Een Sinterklaasliedje, zelf gemaakt, met Tespiet gedanst en gezongen. Onbezwaard. En verlangen uitgesproken over je cadeau. Een wens aan Tespiet Sinterklaas. Hoop dat je vrolijk maakt. Want dit kan je heel goed. Chapo. Trots op jou, op school zo wijs. Lieve Lucilla, een gouden hart dat verdient een prijs. Voor jou, een stralende meid. Cadeautjes met liefde gekozen. Dus heb volle moed. Liefst van Sinterklaas en warme groet. Geniet van het feest met liefde, zo zoet. Nou, mooi, Sil. Ik wil wel niemand dat zit. Daar zit er niks. Hier.
zou dat zijn? Paparotschaatsen. Oh. Meteen openmaken. Ik ben benieuwd welke het zijn. Wauw, Sil. Wauw. Kijk. Dat snap ik. Hé, hey, dat had ze ook gevraagd toen ze met Tespiet de videoclip aan het opnemen was, hè? Ja. Jongen, jongen, de Barbie is niet dood. Ik zeg, de Barbie is zonder baan en Lucilla, die gaat een rolschaatsen proberen. Kijk, dan moet je dus zo... Achter. Ze zijn wel heel chique, hè? Achter. In de achter. Dan weer kruis. En weer de achter. In de achter. Dan weer kruis. En dan hier. Zie je dat? Dat zijn haakjes waar je fetus onder. Oh, en die achter. Roos, hè? Dat is ook echt zo'n roos op geborduurd. Zie je dat? Heel chique. Hele mooie rolschaatsen. Ze heeft de rolschaatsen aan. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben nou wel groot. Kijk uit, hoor. Kan nog wel glad zijn nu, denk ik. Nou, ze zijn splinternieuw. Oh, dat ziet er lekker uit. Zit ze goed? Niet groot of ze klaar? Deze zit er goed. Ja? Ja? Ik ga even meer aan wennen. Ja, hè? Anders zijn skiers, hè? Even aan de kandisjes? Ja. Wauw. Wow, kijk dan. Dat ziet er heerlijk uit, Sil. Is ook heerlijk. Ja. Kijk dan. De voorleunen. Kijk eens. Wauw. Wauw. Sil. Om de bar heen. Kan je straks van de zomer ook lekker buiten mee rolschaatsen? Ja. Echt heel leuk. Mag ik ze aanhouden? Je mag ze aanhouden, ja hoor. Zullen we maar in de lange gang gaan? Ja, doe maar in de lange gang. Nou, daar komt ze weer aan. Op de rolschaatsen. Kijk hoe lekker dat gaat. Woehoe. Wauw. Mooi, Sil. Lieve Luan, stoere vent. Sinterklaas komt. Je bent al helemaal gewend. Als tiener zo groot, je vindt al je eigen, pad. Muziek, dansen en zingen, dit is jouw eigen schat. YouTube is jouw creativiteit domein. Video's maken, dat vind je fijn. Nieuwsgierig van aard, altijd op zoek naar avonturen. Je opent zo weer een nieuw boek. Verantwoordelijk en zorgzaam, dat is waar. Je voelt je altijd volwassen, je bent al helemaal klaar. Samen met vrienden lachen en gieren. In het dorp en op de app veel plezier vieren. Je toekomstplannen, die zijn groot, dat klopt. Maar eerst genieten, want de tijd is gestopt. Een boekbespreking bijna perfect. Een dikke pluim, dat heeft effect. Een cadeau gekozen, met zorg bedacht. Voor jou, Luan, iets waar je van lacht. Sinterklaas is trots, dat zeg ik luid. Op jou, een lieve jongen met veel geluid. Lief van Sinterklaas, een warme groet. Geniet van het feest met volle moed. Nou. Nou, daar komt ie. Wat is het? Het is een HP-printertje. Oeh. Oh, joh. Oké, je hebt gewoon een eigen mini-printer. Wauw, leuk. Echt een HP. Wauw. Die hoort er dan bij. Ja, kijk, dat dacht ik al. 50 foto's maken. Nou, dat zijn een heleboel. Dat zijn er een heleboel, jongen. Kun je vanaf je iPhone, kan je ze zo uitprinten. Ja, via een app. Dan ga ik straks wel het QR-code doen. Kijk. Wauw! Die. En dan kan ik straks foto's maken. Leuk, Lu. Hij is klein. Klein printertje. Foto, ja. Ja, ga ik hem even aan de oplader doen. Zijn de laatste cadeautjes voor pakjesavond? Ik ben benieuwd. Nou, pak maar uit. Wat zou het zijn? Oh. Wauw, dat is het. Leuk. Ja. Barbie Zimmerman. Een telescoop. Oh, Lusjes. Oh, Lusjes de bouwer. Wat heb je, Lusjes? Och. Een telescoop. Oh, kijk dan. Oh. Je gereedschappenwerkbank. Och, jongen. Dus ik heb een telescoop. Oh, kan jij de maan gaan onderzoeken? Ja. Wauw. Dat is toch wel leukste. Ja, hè? Wil je die openmaken? Mag ik deze uitproberen? Die mag je uitpakken, ja. Kom maar uit. Ja, ik
Hallo, Annie. Ja, ik heb Arab geurpot. Ja. Ik heb Cassis, cherry cola en 14 mojito. Mojito. Dat is limoen met munt. Juist, en een cocktailtje. Ja. Lekker, hoor. Lucius, jongen, weer een bouwpakket, kerel. Een werkbank. Ja, doe maar uitpakken. Mama, mag ik een printertje doen? Ja. Maar kijk, dit is precies waar je de sterren kan vinden. Het is wel een professioneel setje. Dit is geen kindersetje. Nee, maar ik weet heel veel over de aarde. Ik heb er ook vandaag weer natuur van geleerd. Dat vind je interessant, hè? Heel interessant. Ja, vind ze interessant. Wat is hier mooi, schatje. Een mooie zeemermin. Zeemermin, kan ook onder water. Mooi. Dat is echt heel mooi. En de boter op het water. Ja, je moet even oog dicht doen. Dan kan je het zien. Ja. Nou, en ondertussen... We zijn het die aan het opbouwen. Luxie is lekker met de Barbie in het spelen. En hier wordt er geklust aan de werkbank van Luxie's, ja, jongen. Kijk dan. Wauw, die werkbank. Hé, hey, net als opa. Ja. Kan je ook gaan klussen? Opa. En timmeren. Zeg dat. Met de boormachine en de zaag. Houdt hij van. Okay. Onder de motorkap. Hier wat sleutelen, Luxie. Ja, even sleutelen aan de motor. Ja. Oh, dat is schattig. Oh, en even duwen. De boormachine. Even zagen. Goed zo, jongen. Mooi hoor, hij heeft voor zijn eigen werkplaats. Nou. Fantastisch. Dus jullie zeggen dank, Sint. Dank. Nou. Ik heb een foto uitgekozen. Ja. Dat was met Danai en Kite. Toen we een schoentje gingen zetten met Sinterklaas. Ja. Daar heb ik er familiebezoek uit Londen bij gezet. Ja. En dan kun je erop tekenen. Je kunt er allemaal soorten fotootjes erbij in plakken. En dan kun je ze uitprinten. Leuk, jongen. En ja, je kunt ook de kleuren veranderen. En alles, contrast en alles. En dan kun je ze uitprinten aan mijn printertje. Leuk. Dus heel kijk, erg deze leuk. Ga ik straks uitprinten. Als de printer mee bezig is opgeladen. Ja. Maar het is wel leuk. Leuk, jongen. Nou, allemaal blij met de cadeautjes die ze van Sint hebben gekregen. Daar is ze nog lekker druk bezig. Lucilla, die is helemaal blij met de verrekijker en de rolschaatsen. En is een telescoop. Een telescoop, oh sorry. Een telescoop. Lucius, die is heel blij met zijn tractor en zijn bouw. Plaatsding. Luan natuurlijk met zijn printertje, die staat in de lader. Luan heeft natuurlijk zijn geurpot. Luxie die heeft natuurlijk haar Barbie-boot met de mooie zeemermin gekregen. Wat zeggen we dan tegen Sinterklaas en de Pieten? Dankjewel. Dankjewel Sinterklaas en de Pieten. En we hopen dat iedereen ook een hele fijne pakjesavond heeft gevierd of nog gaat vieren. En we hopen dat jullie het leuk vonden met onze pakjesavond mee te kijken. Maar voor nu zeggen jongens, vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Bij de pakjesavond.